kunnen we nou nog beter doen? Elkaar coachen. En dan is de vraag natuurlijk, je bent Olympisch kampioen, maar hoe zorg je dat je nou aan de top blijft? Want het is nog veel moeilijker. Ik denk dat het belangrijk is, ik noemde het eerder al, om iedere keer weer naar die 1% verbetering te zoeken. Blijven hangen, maar ik moet weer verder. Dus ik probeer weer te kijken en weer te focussen, weer die overtuiging te zoeken en klaar te gaan staan.